lange rijen van personen die hun beurt afwachten om te swappen. Dat was het gezicht vanmiddag bij de swapunit van het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG. De nieuwsdienst sprak Fern Nanhu, arts bij de afdeling epidemiologie, die vertelde dat de situatie rondom het aantal COVID-19-besmettingen er niet rooskleurig uitziet als hij kijkt naar de recente ontwikkelingen. We hebben een heleboel mensen die zijn komen testen. Hoogstwaarschijnlijk als gevolg van december. Het is een feestmaand geweest. Men is gaan uitleven. En men is in contact gekomen met positieve. Men is positief getest. En ik heb van bepaalde bronnen begrepen dat ondanks de positieve test men toch is gaan feesten. En dat is erg onverantwoord. Men heeft gewacht natuurlijk tot de feestdagen om dan te komen swabben, om te kijken. En vandaar dus deze enorme drukte. Vanaf vandaag zo? Of hadden jullie dit gisteren al? Gisteren begon het al, maar vandaag is echt extreem. Vandaag hebben we al rond deze tijd, laat het nu 1:30, hebben we al 500 zoveel, bijna 600 geswapt. En bijna de helft lijkt, dat moet nog uiteindelijk aan het eind van de dag berekend worden, mogelijk positief te zijn. Nanu zegt verder dat Suriname hoogstwaarschijnlijk vanwege de gang van zaken al in de vijfde COVID-19-golf zit. Er is de afgelopen dagen sprake van een enorme exponentiële stijging. Men komt nu swabben, men krijgt klachten. En men komt dus swabben. En vandaar, men wil ook weten, uiteindelijk na het feest gaat men bezinnen van oké, nu moet ik mijn mensen niet in gevaar brengen, mijn ouders en noem maar op. En dan komt dus, men dus wel swabben. Zijn er veel gevaccineerden ertussen? Ja, er zijn wel gevaccineerden ertussen. Tot het specifiek aantal ken ik niet uit mijn hoofd, maar we hebben best wel een heleboel al gezien die aangeven dat ze al zijn gevaccineerd. Anderen zijn ook gaan vaccineren voordat ze zijn gaan feesten. Dus voorbedachte raden, denkende dat ze dus misschien niet ziek gaan worden of misschien niet besmet gaan raken. Maar het is duidelijk aangegeven in de media dat ondanks vaccinatie je nog steeds besmet kan raken. En mensen kan besmetten, maar natuurlijk in een mindere mate. De arts stelt dat de burgers vanaf kerst erop los zijn gegaan. Opmerkelijk is dat de meeste mensen geen zware klachten hebben. Het gaat meer om een grieperig gevoel, hoofdpijn en keelpijn. Nanu zegt dat het mogelijk eraan kan liggen dat het overgroot deel van de mensen die nu swapt en of zich laat testen jong is en toch wel tegen een stootje kan. Echter accentueert de arts dat er meer zal blijken uit nader onderzoek.